bij ons. Dag Nest, dag Alex, dag John, dag Bob, welkom. Ja, we beginnen nog maar eens met een quizje. Ik heb bijna al jullie Eurosong singles hier liggen. Dus wat gaan we doen? Ik zeg de originele titel en jullie vullen maar aan. Jullie zingen maar aan. Denk je dat ze gewoon wegzappen? Nee, ze wel. Dat hangt van jullie af natuurlijk. In 64 was er Nono Leta. Hoe klonk dat bij jullie? Weet je dat nog? Nene Lotta. Nee, Lotta, na, nee, dat maakt niet. Wie doet er na? Bronnen suiker op koude plaat. In 66 was er Merci Chérie. Merci Chérie, ik ken dat, ik ken dat. Ik heb vaak met Chérie geweest. Ah wel, Louis, merci. Ik zijn op een biljaar, een sigaar. Louis, God het goed, wat gelijk. Allee, merci Louis. Maar ik speelde, zat ik in de puree. Ja, ja. In 67 was de Puppet on the String en dat werd Paljaske van de Vent. En in 68, La La La. La La La. La 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 La. Dat ken ik wel. Langs de leef, wat was dat? Nooit zei de man nog in Spanje. Dat zit eigenlijk al iets verder weg. In 70, All Kinds of Everything. Nooit is er geld genoeg, van alles is er vies. Kijk altijd leverrust, of zwaarte zoals is. Zeg ik niet, zij zal zwaar. Niet ons is dat nooit niet goed. Als daar nog langer duurt, komt terug door ons boven. Ja, ja, ja. Nu, in 76 namen jullie wel jullie eigen versie op van Save All Your Kisses For Me. Je hebt er nog bepaalde herinneringen aan. Dat was het eerste plaatje, denk ik, mij zong met de jongens. Lieveling deze keer? Ja, in 76. En hoe ging dat is ook mijn eerste solo ook, hè. Hoe ging dat eerst? Hoe ging dat? Lieveling, deze keer is het klaar. Zij is Janine tegen Prosper. Zijn ambier als 14 dagen hier het taart. Ik zijn zo, zij is zo, het is zo vaar. Dat kent je nog goed dan. Ja. Nu, in 77 werd Oiseau en l'enfant Adam en Eva. En van de Israëlische winnaar uit 78 maakt, dat heet Abba Nibi. En dat maakt jullie van... Niet doeken, meken, doen, nee, nee. Niet poepen, meken, nee, maar dat is een beetje lei. Kikineke, bang, in donkerij. Papaken en mamaken, moeten met mij mee. Programmeke, kaken op tv. Programmeke, kaken op wc. Kent die programmeke, kaken op tv. Nee, programmeke was het. Ja, kindertaal. Het was programmeke, 79. Je moet gewoon grapje 79. We hebben dat nog gevangen met een Henk. We moeten hier klaar zijn voor het half elf nieuws. 79. Halleluja. John. Dames en heren, reclame. Nee, halleluja. Ja. Al die koeien in dezelfde tal. Gloeien walse koeien in het Frans. En vlamsen in beschaafd Nederlands. Vragen die is maar zelf ontbierst. Olooi de gaar. Oké, heren. We verder met de quiz. We slaan enkele jaren over. We komen terecht in 1984. Diggy Lou, Diggy Lay. Dikke P, de facteur van PTT. Op de post bestond er zo geen twiel. Je zult er geen ene vinden, zo knodde gaas een dier. In 1986 was er natuurlijk J'aime la vie. En dat werd Ik censureren police. Maar dat mochten jullie niet direct uitbrengen. Nee, dat nee. Hoe kwam dat? Ja, die wou iets tegen ons, hè. Nee, dat was, in het begin kende die ons nog zo, die waren voor hem vreemdelingen natuurlijk, hè. Maar de deur zit toch altijd gekomen. Ja, die impresario dus van Sandra Kim, die wilde niet dat er iemand anders die plaat uitbracht in België voor zijn eigen verkoop, niet in de weg te staan. Mm-hmm. Zijn jullie eigenlijk zelf ooit gevraagd voor zo'n festival of zo? Of hebben jullie die ambitie ooit gehad? Ja, we hebben er zelfs een leker op gemaakt, op dat van Linda Lepom. Maar ik kon niet op een skateboard staan. En je hebt ook goed iets meegedaan, hè? Van laat me nu gaan. En een wagen gemaakt. Oh ja, op Linda Lepom. Laat ons naar gaan. Allee toe, laat ons naar gaan. Je moet dat verstaan. Waar komen geren is op televisie en dan vooral. Op de Eurosong Festival. Ja, maar die droom is nooit uitgekomen. Nee, zo'n kop lekker waar kunnen nooit verlezen. Dat kan de zo'n kop. Oké, heren, ik moet hier stoppen. Alvast bedankt. We zien jullie straks nog terug met een extraatje. Het waren de 23 liedjes voor het 37e Eurovisie Songfestival. Dat u op 9 mei natuurlijk rechtstreeks op TV1 volgt. Met commentaar van André Vermeulen ter plaatse. En zoals beloofd hebben we nog iets achter de hand gehouden. Hier zijn de Strangers met hun eigen.
uitsmijtertje. Pappe dan een string, of beter, Paljaske van een Veend. Tot kijk. Zeg, je kunt er nog een zukje doen. Wie wil van mana, dat spoel ik. Pak ze mee, want dan leer je boom. Je bent nog even genoeg. Je krijgt er dan nog van mij een sleutel langer gevaar. Van de...